Ja, dat, ja, wanneer weet je dat of een droom is uitgekomen? Hoe voelt dat? Merel? Merel! 3, 2, 1. Hey, welkom bij Lekker met Merel. Kauwgom uit, hè? Bij de documentaire. Kauwgom uit. We zitten nu midden in mijn doorbraakperiode. Jullie gaan mij volgen de maanden naar de grote show in Paradiso toe. Ik zit hier namelijk, ben hier namelijk op het Eurosonic. Hallo. Hallo. Noorderslag. Hey, hallo. Festival. Ik heb mijn eigen visitekaartjes gemaakt. Dat is de Ik wil een kind van jou condoom. En ik lever er een veiligheidsbelt bij. Je kan hem dan zo opnaaien, maar je kan hem ook doorprikken. En dan is het een echte Ik wil een kind van jou condoom. Wat zei je nou net tegen me? Ja, dat ik een groot fan ben. Fan. En deze ga ik dus uitdelen aan hele belangrijke mensen in de muziekindustrie. Zodat ze me niet vergeten en dat ik volgend jaar gewoon ook daar sta. Dus een vogel heeft op mijn tasje gepoept. Niet lachen, dat is niet... Nou, het is best wel grappig. Om Merel als dochter te hebben, dat is ja, enerverend. Dus Merel is een heel actief kind. Die altijd vol ideeën zat en altijd wat aan het verzinnen was. Mijn zus was altijd ook heel initiatiefrijk. Never a dull moment. Dan ging ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes een film opnemen. En dan ging zij dat een beetje zo helpen. Regisseren, filmen. Een gekke tante spelen. Ja. Waar ben ik opeens beland? Bij mijn eerste stop, het Student Hotel. Waar ik een interview ga doen. Ik ga het me hier even comfortabel maken. Ik voel zo alsof ik ook iets met jullie moet. Maar omdat jullie zo lief hier zitten, het is zo intiem. Wie zijn jullie allemaal? Wonen jullie allemaal in Groningen? Oh, wacht even. Ik heb nog mijn visitekaartje. En ik zal hem niet voor je doorprikken. Zodat je hem kan gebruiken. Geinig toch dit? Ik vind het zo top. Enorme zak. Kijk, dus ook vogelpoep op deze tas. Ik ben helemaal ondergepoept vandaag. Jullie kunnen ook naar Paradiso komen, 24 maart. Ja, ik zou. Het wordt wel echt wel leuk, hoop ik. Ja, maar het is wel lelijk. Wacht even, ik doe wel even zo. Dan kan ik gaan zo. Ja. Tot vanavond. Oh, leuk, je komt. Ja, 1 uur. Nou, tof. Oh, we moeten mijn best gaan doen vanavond. Oké, nou, we staan hier voor de Bloked in Groningen. En daar ga ik zo optreden. Ga ik 2 liedjes doen. Klein podiumpje. Ik heb nu ook alleen een laptop. Dus ik druk gewoon op play en dan ga ik spelen. Hallo Groningen! Yeah! Welkom op de Fiesta Party. Ja. Eerst even mijn groep dicht om de stoel. Nee. Ik zat hier al. Het snijdt toch? Nee, waarom denken jullie dat ze zoveel fans hebben? Omdat het anders is. Het is gewoon echt even iets nieuws. Een soort theatrale ironie. Bijvoorbeeld Lekker met de meiden. Dat had ook kunnen zijn, haha, kijk die meiden. Maar ik heb geprobeerd het liedje dat het ook is, ik ben ook zo'n meid. Eigenlijk doen al de nummers dat op een bepaalde manier. Want het is allemaal, heeft het een soort commentaar op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe de wereld is ingericht. Ik haat die meiden die zo, lekker bootje huren. Maar ik ben zelf ook, jongens, we gaan een bootje huren. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat je nooit andere mensen alleen maar te kakken zet. Maar dat je ook jezelf daarbij, dat je jezelf meeneemt. Sorry. Hé, maar ik zie daar Stijn lopen. Stijn, kom even bij. Stijn die helpt mij met de productie voor Paradiso. Stijn kwam met het idee voor de, in koor zeggen, 1, 2, 3, opblaaskut. En dat is dus een opblaaskut, die is 6 meter breed. 3,5 zelfs. 3,5 meter hoog. En je kan er doorheen. Dus je kan door die kut opkomen. Nou, ik ga jullie even de eerste versie laten horen van H.J.B.E.B.M. Dat is het nieuwe liedje wat op Valentijnsdag uit gaat komen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jullie vinden. Willen jullie horen? Ja, oh, bij mijn zender. Ja. Oh, maar ik wil niet dat heel veel mensen het hier horen. De muziek ging uit.
Horen jullie het dan ook? De club ging dicht. Daar stonden we dan. In het TL-licht. Maar het stond je wel. Dat TL. Die iets wat heel smooth is of zo. Volgens mij moet dat. Als ik zou gaan, hou je back and bad me. Dan is het zo'n schreeuw. Zo, oef. Ik dacht wel dat het meer die punkachtige. Nee, ik kwam erachter dat ik. Nee, je moet juist als je zo'n tekst hebt. Is het om het subtiel? Ja, en het moet een soort van. Dat mensen denken: oh, het is echt een lekker liedje. Oh, ze zingt wel dit. Oh. Ja. In plaats van: oeh, wat een schreeuwfeminist, zeg maar dat. Een liedje is voor mij dus goed, dat zeg ik ook vaker in interviews, zoals ik me er dus een beetje voor schaam, omdat ik dan weet dat het een beetje prikkelt. Of dan, dan leg je dus iets bloot waarvan je ook denkt, oeh, kan dat wel? Wat ze doet, heeft ze over nagedacht. Ja. En dat waardeer ik ook heel erg. Ja. En daar kies je ook niet voor de veilige kant. Wat zij dan zoekt is, kan ik de randjes overgaan? Dat vind ik interessant, zo op die grens. Balanceren eigenlijk en er toch niet overheen gaan. Hou je bek en bef me, dat is een voorbeeld, maar ook in ons gezin was zij ook best wel die persoon die, wanneer er iets moeilijks was, dat zij daar op een goede manier dan over begon. Ik ben naar Millie Wartaal, die was aan het draaien. Ik ben gewoon naar de DJ-tafel gelopen. Toen heb ik zo. En toen ben ik weggelopen. Ik dacht, als ik het doe, je moet dan niet zo... Hey, hallo, ik ben Merel. Nee, gewoon... doe het. Vol. En de baas van Spotify wilde met me op de foto. En toen heb ik hem ook eentje gegeven. Nu zitten we in de Schouwburg. In de Schouwburg van Groningen. En dan ga ik zo optreden op het... Ja, dat zeg ik. Ik zeg steeds IJzeren Gordijn Gala, maar dat is het niet. Het is echt een IJzeren Podiumdier. IJzeren Podiumdier. Het is een gala, komen alleen maar belangrijke mensen. Programmeurs, directeurs van de poppodia en festivals. En dan ga ik, net voordat de beste directeur wordt uitgereikt, die prijs, ga ik even een liedje zingen. Ja, en ik wilde dus, daarom is het een beetje een kutdag. Ik wilde heel graag bij alle genomineerden op schoot gaan zitten. Maar er is geen draadloze microfoon, dus het kan niet. Nu is het gewoon ik alleen, bandje aan en spelen. En dan ben je zo'n tape act. Terwijl ik dacht, ik moet het dan van de show hebben. Dus dat ik het publiek in ga en zo. En nu sta ik toch achter een microfoon. En dan doe ik in het instrumentale gedeelte, ga ik de condooms zo. Deze is voor Minke. En deze is voor Bianca. Want dat zijn de genomineerden. Dus het is opgelost. Maar niet zo leuk. Ze kan bijna het handen geven. Dat is ze voor mij. Maar hebben wij allebei meestal veel last van. Zelfs met autorijden, dan zit ze gewoon bij elke keer anders op. Ik ben een mega control freak. Mega. Daarom wil ik ook zo min mogelijk mensen om me heen. Zo'n label of zo, dan denk ik, ja, dan gaan zij opeens alles bepalen. Echt niet. Was een manager nu handig geweest? Ja. Die moet ook op het lijstje van me leren afbijten of voor mezelf opkomen. Op je strepen staan. Want het was gewoon afgesproken. De enige reden waarom ik een pik zou willen, is zodat ik kan rappen over mijn pik. Dat lijkt me zo leuk. Daarom ga ik dus Hou Je Bek en Bef me uitbrengen, omdat ik dat ook heel graag wil. Stop alle belangrijke mensen uit de muziekindustrie in een ruimte. Nou, dat is het. Laat mijn leven, nieuw leven in. Dankjewel. Fijne avond nog allemaal, hè. Bye bye. Mag ik een applaus voor Miro? Ja, dus qua zang. Maar wel fijn dat ze het leuk, dat ze qua, ja, toppie. Toch vond het leuk, ze moesten lachen. Dit is zo'n opluchting. Wat doe je jezelf aan, denk ik dan soms. Boek me, ik heb het nog geroepen. Boek me, boek me. En het boek me, boek me. Boek me allemaal, ja. Yeah. Oh, en dan blijk ik toch een eendagsvlieg. Volgend jaar weet niemand weer wie ik ben. Te vroeg gepiekt. Ze werkt gewoon aan één stuk door en ze schrijft dingen. En ze is gewoon heel productief. En dat is natuurlijk ook een heel groot talent. Ik denk dat mijn grootste kracht wilskracht is. Doorzettingsvermogen. Dat ik, als ik iets wil, dat ik daar dan ook volle 100% voor ga. Maar dit is dan mijn goallijst. En dan staat hier voor mezelf opkomen, / geen gimmick. En dat betekent eigenlijk serieus genomen worden. Dus ook mezelf serieus nemen. En niet overal meer ja op zeggen. En zorgen dat ik
Nou ja, dat ik dus gewoon bezig ben met mijn image en dat het dus geen grap is. Wat sommige mensen nog kunnen denken. Oh. Zodat ik niet buiten adem ben na één liedje bijvoorbeeld. Oké, nou, we gaan hem nu even ophangen. In mijn kamer. Ja, ze zijn een beetje schuin, maar anders gaan ze niet. Bam en bam. We hebben er wel op algemene muzikale vorming gedaan toen ze een jaar of vier was. Ik heb ook nooit als kind, ja, ik heb als kind op zangles gezeten en op een kinderkoor zo, maar nooit een instrument geleerd. Daarna dan mocht je een muziekinstrument kiezen en dat wou ze niet. Ze hadden me moeten dwingen, gewoon ga die piano leren. Oh, dat, daar, als ik ergens me boos om kan maken, is wel dat ik dat niet kan spelen. En nu zegt ze van, had me nou toch op pianoles gedaan? Ze zei, ja, je wou het niet. Dat is het introotje van Bitch, ik was eerst. Dus, ik kan ook gewoon componeren. Ik kan het niet per se allemaal heel goed spelen. Maar ik kan akkoorden bedenken en melodieën. En dat bedenk ik allemaal zelf. En ze is dus slim genoeg om te weten ook wat ze nodig heeft. Dat is natuurlijk ook een heel groot deel van talent. Merel had een berichtje samen met Bokkesam op Instagram geplaatst. Toen had ik gewoon een DM gestuurd. En met een klein filmpje van de beat hierachter. En toen hadden ze me even on hold gezet. En toen uiteindelijk kreeg ik een go. En een dag later zit ik hier. Die ervaring gewoon met deze mensen is gewoon, de sfeer is gezellig. Mensen zijn fijn. Het is gewoon top. Is er eens een bek houden? Geef je. Geen reet. En het boeit me geen reet. Geen reet. En het boeit me geen reet. Waar gaat het nummer over? Over dat ik geen reet heb. En nu sta ik een beetje zo, dan lijkt het nog wat. Maar ik heb echt geen reet. En bij mijn naam, onder mijn kerstclipje. Naar alle reacties zo, waar is haar kont? Ze heeft geen reet, waar is haar kont? Ze heeft gewoon dat alleen maar. Toen dacht ik, het is te grappig om een liedje te maken. Een soort body positivity nummer. Zo van, oké, ik heb geen reet, maar het boeit me geen reet. Want, en zelfs Bokkesam vindt het niet erg, dus fuck jullie. Geen reet. Geen reet. Maar het gaat dus wel. Dat vind ik belangrijk, dat je zeg maar gewoon een liedje kan noemen zo, over iets heel specifieks. Maar het gaat eigenlijk gewoon over omarm hoe je eruit ziet. Oh, dat klinkt zo cheesy. Maar het is, ja, nou ja. Als je daarmee meisjes zonder reet minder onzeker kan maken. Hou nou op met mij. Dit is sowieso al een hit. Geboren hit. Ja. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, er zijn er even dunnetjes over. Ja, er is heel veel gebeurd. Dit is echt... Zondag had ik de clip opgenomen. Are you back in bed? Dinsdag met Rick en Kostijn afgesproken om het over de zakelijke kant van onze samenwerking te hebben. En toen zeiden ze, hey ja, wat ons betreft gaan we gewoon samenwerken. Dus toen zei ik, maar jullie hebben me nog helemaal niet live gezien. En zeiden ze, nou, we geloven het wel. Als Miel iets uitbrengt, dan gaat ze wat belangrijks zeggen. En dan gaat ze een interessant nummer maken met een goede instrumentatie en inhoudelijke teksten. Met altijd een on-point clip erbij. Die combinatie en het serieus worden genomen door het hele land, dat is wat mij betreft het meest interessante en het doel. Nou, dus toen had ik opeens een manager, management. Ik heb Paradiso uitverkocht deze week. De clubtour aangekondigd. Ergens in de middel hoor. Oh, je vanavond dus misschien een prijs winnen. Morgen jarig. En ik heb Kim Holland ontmoet. Als ik vanavond de popprijs win, is het 10 uit of 10. Maar ik geef het nu een 9. Dit is het dorp. Gewoon straatstenen met kauwgom. En ik ben genomineerd voor het beste liedje van het jaar en voor de popprijs. Let's go! Oké, ik denk het beste liedje in de pocket. Popprijs niet, die gaat naar Nielson, denk ik. Want hij heeft een album uitgebracht. Gaat natuurlijk al wat langer mee. Hoe?
Het zou wel mijn allereerste prijs ooit zijn. Ik ben één keer derde geworden met hardlopen van de basisscholenwedstrijd. De winnaar van categorie Beste Song 2018 is... Merel, lekker! Dus het is echt een topweek. En dan ook nog deze prijs winnen, dat is echt de kerst op de taart. Ik ga eerst het juryrapport voorlezen. Voor de Dordtse Popprijs van 2018 heeft de jury gezegd: duidelijk de nieuwe ster uit Dordrecht. De winnaar van de Dordtse Popprijs 2018 is Merel. Win, het eerste wat ik dan denk is, oh, nu hoeven mijn ouders niet meer bang te zijn of zich niet te schamen. Toen ze dat zei van, nou, dat Beck en Beth me dat ga ik doen. Dan dacht ik, oh nee, doe dat dan niet. Je weet toch niet wat je over jezelf afroept en zo. Gaan ze dan niet op straat aan je zitten, is het geen vrijbrief? Toen zei ik ook, mam, hoef je echt niet bang voor te zijn. Echt niet. En toen ze die titel zei, dacht ik, oh, had je nou niet iets andere woorden kunnen kiezen? Nee. En dan vervolgens wel weer toch een appje over... Ja, ik vind het dan toch moeilijk om het aan mijn collega's te vertellen, want ik vind het... Ja, de tekst. Maar dan kreeg ik bijvoorbeeld wel gisteren een kaartje in de bus. Ja, dat is... Ik vind... Dit vind ik... Nou, dit ontroert me zo erg, dan denk ik... Wauw. Dus mijn vader was eerst dit. En nu is het... Stuurt hij mij een kaart van een man die mijn vrouw de beste is. Dat zit er zo weer. Alsof jullie hier de hele nacht in me zitten wachten. Zo chill. Ik voel me wel zo, man. Ja. Ik voel me best wel fit eigenlijk. Ja. Heb je lekker geslapen? Heel kort. Lieve mensen, hier is ze. Merel! Mijn hemel, jongen. Afgelopen week, zelfs in België, wordt je besproken en zo. Of je dit jaar je Beck en Beth, maar ook hier op alle voorpagina's van tijdschriften, kranten, noem maar op. Ja, zelfs bij die oude lui van Radio 2 hoor dat je voorbij komen. Klopt. Je probeert ook een beetje hip te doen. Die, We gaan helemaal mee met de tijd. Dus ja, zeker. Maar eerst nog even terug naar inderdaad die carrière van jou, die zo'n enorme sneltreinvaart heeft. Je hebt nu ook een manager, daar hadden we het laatst over. Maar is dat... Dat is de manager van de jeugdvertegenwoordiger. Dat klopt. Maar goed voor elkaar, toch? Nee, ja, super goed voor elkaar. Maar wat is het plan daarachter? Nou ja, ik merkte op een gegeven moment dat ik het niet meer alleen kon. Ja. En dat het gewoon ook goed is om te gaan kijken naar je houdbaarheid bijvoorbeeld. En dat je lang mee kan en dat je geen gimmick bent. Ja, en... want dat is het gevaar bij jou. Dat vragen mensen ook. Ja, dat vragen mensen altijd. En dat is wel iets waar wij ook... En daar zijn zij heel streng op. En dan zeggen ze ook, dat moeten we er helemaal uitslaan. Het management. Ik noem het het management. Ja, nee, heel goed. We lullen zo meteen nog even verder over How You Back in Bed. Maar veel discussie over. En over alles wat er nog staat te komen. Leuk. Fijn dat je er bent, Merel. Wil je er nog meer hartslag bij? Of zeg je van, nou, doe maar. Je bent 3FM Talent. Geef een applaus! Merel! Nou, wat leuk dit! Maar ook met dit liedje, ja, dat is natuurlijk, toch cool. Ja, fuck it. Oh, wat leuk. Hou je bek en bef me. Bef me. Hou je bek en bef me. Bef, bef.
andere mannen gaan hier ook zo goed. Die vinden het heerlijk volgens mij om zo... Beffen. 50.000 keer bekeken, dat is wel lekker hoor. Nou, Lonneke die gaat dus reageren op nieuwste releases. Dus ik dacht, ga even kijken wat ze te zeggen heeft. Ik vind het een beetje sad. Maar het stond je wel. Dat deed wel. Oh, ze luistert wel. Oh, ik had zo slecht. Zei ik je snel. Even later. Oké, we gaan nu naar Dumpert. Yeah, hier keek ik zo naar uit. Ik heb hem zelf op Dumpert geüpload trouwens. Dat doe ik altijd zelf. Oh, zoveel minkudo's. Te mooi en waar te zijn dit. Ze zal wel weer een stinkkut hebben of zo. Ze appt wel eens van niet op geen stijl kijken en niet op Dumpert kijken. Ja. Dat doe ik dan ook maar niet. Ik hou gewoon te veel van haar om die shit te lezen wat mensen over haar zeggen die haar niet eens kennen. Maar er was één keer een reactie met iemand met een paar pistoolafbeeldingen erbij. Een reactie die gewoon nergens op sloeg. Ja, ik wil het ook niet herhalen, maar dat gebeurt dus ook. Ja. Maar goed, ik vind het knap. Merel staat erboven en ik weet dat het echt, dat ook echt zo is. Zij gaat dus van een Dumpert-reactie een liedje maken in plaats van dat je bij de pakken neer gaat zitten. Roffel, R-O-F-L. Ik spreek dus geen internettaal, dus ik ken heel veel... Ik wist bijvoorbeeld ook niet wat cringe betekende. Je zou ze eens moeten horen als een man had gezongen... Hou je bek en pijp me. Dan hadden ze weer zielig huilend in een hoekje gekropen. Ja, kijk. Deze reactie krijg ik best wel vaak. Hou je bek en pijp me dat niet kan. Nee, dat kan ook niet. Dat kan nu ook niet. Want er zijn al genoeg liedjes gemaakt. De andere kant moet nu even belicht worden. Ook lekker dat het buiten me omgaat. Want ik ga mezelf gewoon lekker naar voren schuiven als... Ik heb gewoon een leuk liedje gemaakt. En dat we ondertussen dan dit soort gesprekken gaande zijn. Dat is volgens mij heel goed. Wat een armoede als je met dit soort bagger een hitje moet scoren. Ja, maar ze noemen het dan wel... Dat vind ik wel top, dat ze het dan wel een hitje noemen. Want bij Ik ben een kind van jou had ik alleen maar... Ik zou je wel doen. Of nee, ik vind je lelijk. Had ik alleen maar dat. En nu is er toch wel best een interessante discussie gaande over... wat wel en niet kan in muziek. En wat is feminisme bijvoorbeeld? En wat... Nou, dat vind ik zelf... Ben ik natuurlijk daar ook wel mee bezig, dus... Dat had ik niet verwacht. In plaats van dat je zegt, wat erg, al die reacties op Dumpert. Nee, doe gewoon, lach erom en omarm het. En wees nieuwsgierig. Voor het eerst in een busje. En we gaan naar België. We gaan naar, wat gaan we allemaal doen? We gaan naar Van Geel zijn gasten. We gaan optreden. En naar Studio Brussel. Was dat het? Het VRT Nieuws. Oh, het VRT Nieuws ook nog? Voor nu was dat het. Oké. Okay. Voorbereid. Ja, mediaslet. Welke Vlaamse markt ga je erin? Ja, misschien tas thee. Je wil een tas thee elkaar leren kennen. Je wandelt naar de zetel in plaats van je loopt naar de bank. Maar die toiletten geven wel lastig. Jij loopt naar de zetel, doe ik dan. Praten, en we praten wel verder aan het ontbijt. Doe ik, we klappen wel verder aan het ontbijt. Maar dat is wel Antwerps. Maar ik hoorde wel dat jullie klachten hebben binnengekregen. Ja. Het is te zeggen, hier in België zijn er sommige radiostations die hebben besloten om jouw nummer niet te draaien. Het officiële statement dat is dan omdat je muziek bij het grootste deel van onze luisteraars geen aansluiting vindt. Nou ja, als jullie me dan gewoon extra veel draaien, dan weet je wel, dan ben ik tevreden. Echt, ook van waartoe zet ik aan met dit liedje? Tot beffen. Nou, dat is alleen maar supergoed. En je hebt ook leuk nieuws voor jouw Belgische fans. Ja, dat klopt. Want op 22 november ga ik optreden in Antwerpen. In de Roma. Oké, hier komt Merel met het liedje Hou je bek en bef me. Oh, prachtig. Wij moeten daar zo gaan zitten. Ja, voilà, dat is duidelijke taal, dat is gesproken. Dames en heren, hier is Merel. Welkom, we zijn hier niet om over koetjes en kaffees te praten. En ik hou daar eigenlijk wel van, om in taalgebruik... smaakvoller te zijn en zeker in de liefde. Misschien is het ook een verschil tussen Nederlanders en Vlamingen. Wij vinden jullie heel expliciet. Ja, dank
Dankjewel. Heel erg bedankt. Was fijn, hè? Goed, bedankt. Ja. Dus het wordt een beetje afgetast van hoe we dat nummer op de mensen kunnen loslaten. En daarom hebben wij er hier vanavond ook over gesproken, hè? En hebben we het een beetje proberen te kaderen. Welke boodschap wil Merel uitstralen? We hebben andere nummers van haar ontdekt. Ze staat ook voor girl power, voor een feministische boodschap. En ik vind dat je het nummer ook in zijn geheel moet uitluisteren. Want het is eigenlijk een veel subtielere tekst dan alleen maar dat refreintje. En ook als je de beeldvorming zo bekijkt, hè, de dansers die ze in het clipje gebruiken, het is allemaal met een knipoog, misschien wel een vettige knipoog. Maar je moet dat echt kunnen relativeren, vind ik, wat ze doet. Als ik dan kijk naar waar de liedjes nu over gaan, vind ik ze inhoudelijk wel heel sterk. Omdat ze op een catchy manier iets aansnijden. Het doel van een liedje is gewoon een liedje maken en hopen dat zoveel mogelijk mensen het horen en het leuk vinden. Dat is zeg maar even aan de oppervlakte. Maar het geheime doel is meer mensen dat beffen een normaler woord wordt. We zijn nu bijna bij de Dam, want daar gaan we de vrouwenmars lopen. En ik heb heel leuk mijn kuttenketting om. Maar ik dacht, het is natuurlijk, ja, vrouwen zijn ook, we kunnen ook niet zonder piemels. Dus ik heb ook mijn piemeltrui aan. Hierbij voelde ik voor het eerst zo, ja, hier wil ik gewoon bij zijn. Overal ja zeggen. Nee, dit is over de loonkloof. Ja, hier, jullie moeten ook. Jullie moeten ook, ja, precies. Vrij te laten voor de mensen met een beperking, mensen met een rolstoel, zodat zij ook hier hun plekje... Ja, nee, vandaag gaat het om de vrouwen, niet om... Altijd. Nou, kijk, weet je wat natuurlijk wel zo is? Dat is ook mijn valkuil, dat je altijd alles met ironie doet. Of altijd zo weglachen of een grapje maken. Sommige dingen zijn gewoon heel belangrijk, moet je heel serieus doen. Maar persoonlijk denk ik dat humor, of het iets een beetje lichte aanpak, toch wel het beste werkt. Ja. Is het wel je beste? Waar is zij? Ik wil haar zien. Ik wil ermee op de foto. Volgens mij moet het eerst op gang komen en dan, als het eenmaal loopt, dan loopt het. Ja, nou net als de emancipatie zelf. Dat gaat ook niet even zo huppen met dat doe je ook niet even met Intercity. Ik had een gesprek met Daniel en die zei, wat grappig, jouw muziek was eerst feministisch en daarna werd jij het pas. En daarmee heeft hij echt spijker op zijn kop geslagen. En ik dacht, ja, inderdaad. En het zat al wel in mijn muziek, maar ik was er nog niet zo bewust van. En nu als ik hier meeloop, voelt het ook zo, ja, dit is mijn engagement. Of hier wil ik voor meelopen. Dus het voelt ook helemaal zo eerlijk. Nou, dat vind ik er tof aan. Dat vind ik tof om te voelen in ieder geval. Het is niet dat ik ergens voor meeloop zo, ja, ik vind het wel een beetje belangrijk. Zo, nee, dit vind ik echt belangrijk. Let the tits out! Ik heb ook een appgroepje met een paar feministen. Met hele jonge Milou Delen en Katelijne Blok. Hoe te gek is als jij gewoon een zalen vol krijgt die zeg maar teksten gillen als How You Back and Batman. Dat iedereen dat lekker met elkaar meeloopt te zingen. Dat ik denk... Ze verandert iets qua denken over seksualiteit. Weet je, ze opent een soort deur. Ook op verschillende lagen weer. En inderdaad, weet je, tuurlijk, er zullen stukken zijn dat ze per toeval het feminisme in is gerold of niet. Maar aan de andere kant, ik denk dat zij al super feministisch eigenlijk bezig was zonder dat ze het door heeft gehad. Of het nou is dat zij als vrouw in de muziekindustrie zich gewoon helemaal werkt, gewoon omhoog. En juist inderdaad het voor elkaar krijgt dat ze nu een enorme tour doet tot zalen vol krijgt. Dat is super tof al. En daarnaast natuurlijk onderwerpen aansnijdt in haar muziek die gewoon normaal soms taboes waren. Of überhaupt niet echt over gesproken of gedacht worden. Dus voorlopig even de laatste studentenshow. Wat ook wel goed is, want over het algemeen is het geluid bijvoorbeeld niet zo goed. En dan sta je op te treden en dan hoor je gewoon niks. Alles plakt ook hier, dus je kan gewoon niet allemaal spullen meenemen. Maar het publiek is wel te gek, hoor. Dus ik denk dat zij het eigenlijk heel goed begrijpen. Oh, dit is mijn beste vriend, die komt nu kijken hier in Leiden. Hey, hey. Hi, ja, ik zat voor. Ja, maar ga jou maar even binnen laten.
Ja, die ligt hier. Hi. Hey. Ja, ik moet er nog allemaal aan wennen. Ik ben voor het eerste keer mee dat u... Hij moet nog wennen aan mijn sterrenstatus. Hij weet het allemaal nog niet. Het was helemaal niet zo van, oh, we hebben het altijd al geweten. Dat is helemaal niet waar. Ik speelde dan in The Wizard of Oz, speelde ik zo aap 3. Hey, met Vee van Nu Postelijn Casting. Ja, je bent het helaas niet geworden. Maar we denken wel aan je. Nou, dat heb ik echt 60 keer gehad. Dus daar word je echt wel hard van, hoor. Daar leer je echt wel door incasseren, denk ik. Daar was ik best wel bang voor, namelijk dat het toch een bewijzingsdrang was of een soort van zie mij. En ik kom er nu dus steeds meer achter. Nee, het gaat toch inhoudelijk echt om het dat ik het liedjes maken echt het leukste vind. En op een podium staan. Nou, we hebben dus vandaag besloten dat het de opblaaskut toch niet mee gaat doen in de show. Hij is toch te. Het is gewoon een monster. Het is gewoon niet een mooie kut. Het is gewoon echt. Het is gewoon een soort. Met enorme tentakels. Hij is te gek. Ik zeg ook hij. Wat is een kut? Snap je? Dan gaat het dan mis. Als ik het. Dat had een zij moeten zijn. Dat is het. Dat is het hele probleem. Dat is ook het hele piemelpetten, opblaaskut en glitterpakken verhaal. Dat is ook mijn verschuilen. En niet durven vertrouwen op mijn liedjes zijn goed genoeg. Ook liedjes maken waarin ik heel veel pratend zing, is me ook verschuilen achter. Oeh, misschien kan ik niet goed uithalen. Ook me schamen dus voor mijn stem eigenlijk een beetje. Of. Dus dat hele dat verschuilen achter, ik hoop dat zou wel een mooi doel zijn voor aankomend jaar. Om ook saai durven zijn of op zo'n toon te praten zonder gek te doen, zeg maar. Oh, nu ben ik op Pinterest een beetje inspiratie aan het opdoen. Misschien een bed op het podium. Ja, kijk, ik wil natuurlijk wel iets. Ik wil natuurlijk wel iets. Iets van decor. Ja, ik heb. Een kaartenverzameling van allemaal schilderijen die ik ooit gezien heb. En ik dacht, ik ga hier eens doorheen bladeren met wat vind ik mooi. Tuurlijk de wc-pot, maar dit zou te veel betekenen, dat kan niet. Dan zou je maar ik zat wel te denken, kan ik niet in een schelp staan? Echt als de Venus van Botticelli, dat is toch te gek. Merel? Ja? Hoeveel dagen is het nog, het Paradiso? Ik kan het doorgeven inderdaad. Ja. Dus ik ben hier 4 nog ben 9? Aan het indelen. Ja. Iedereen, dus het hele team is compleet en iedereen is aan het werk. Ja. Maar de schelp wordt wel nu nog gemaakt. Kleding moet nog gemaakt worden. De voorzet van Paris. Er moet nog één dat liedje met Bokusam moet nog gemaakt worden. Dus maar dat wist ik ook wel. Je wist het al, hè? Ik wist het al lang. Dat gaan we gewoon. Waarschijnlijk is het gewoon. Voordat we opgaan, is het nog. Oké, jij zet dat liedje in. En ik spel nog even snel dit gat dicht. Ja, oké. En Bokusam, je weet waar niet op moet komen. Oké, gaan we. Waarschijnlijk gaat het zo. Performen en zo maakt me niet zo druk. Ik moet wel even bedenken wat ik ga zeggen. Dat ik daar niet zo. Dat. Ik zit wel na te denken, ik wil een paar goede grappen maken. Ik heb wel deze bedacht. Dan gaan we op een gegeven moment lekker met de meiden. Is het zo break it down? Oké, jongens, meisjes, ik ga jullie even opsplitsen in 2 groepen en dan gaan we samen zingen, oké? Oké, jullie zingen lekker met de meiden. En dan zing jij meiden, meiden, meiden. En dan zingen jullie lekker. Dus dan dat ik 1 iemand. Is dat grappig? Kunnen we de volgorde even testen eigenlijk? En ook een paar keuzes maken qua de sneeuw bijvoorbeeld. Ga ik aan een touwtje trekken? Dat dan de sneeuw komt, of is het gewoon ik ga staan en de sneeuw komt vanzelf? Dat soort kleine dingetjes. 2 uur. En wat ga ik tussendoor zeggen? En wanneer zeg ik iets? En wanneer hou ik gewoon mijn mond? En ik heb volgende week ook 2 uurtjes ingepland in een repetitieruimte. In mijn eentje om zang te oefenen. Goed zo. Heel goed. Want bijvoorbeeld bij die remix van Haaie Bek en Beffen moet ik ook meegaan. Zo Haaie Bek en Beffen. En dan moet ik gewoon 1 uithaal doen. En dan moet ik even een noot kiezen die ik kan zingen. En dan gaan we daarna. Beffen. Ah, je bent er net. Dan gaan we zo. Nee, het kan echt niet misgaan. Dus dat gaan we daarna nog doen. Oh, wat mooi. Dat soort van piepje wat erin zit bij een paar nootjes. Ja. Dit. Hele hoge. Nice. Dat is het enige wat ik ga doen. Mag jij niet zingend uit die schelp komen? Ja, maar het was stom dat die schelp dicht zit en dat ik dan al zo. Dus ik wil een keer van jou. En dan zo. En dan gaat hij op een gegeven moment open zo. Hey, joh, ja. Ik ben een kind van jou. Ik ben een kind van jou. Ik wil
die schapen opduwen tijdens het echte intro muziek, dan... En kan je... Wat was dat? Dat was de stroom die eruit ging. Om... Bijvoorbeeld mijn motor afslaat in de auto, zeg ik altijd, ik ben een vrouw, ik ben een vrouw. Je moet gewoon af en toe moet je gewoon, toch? Dus ook dit. Mannen. Ja, ik vind dat ook flauw. Zo, op niet, laat mij maar even stoppen van de... Nee. Dus dan moet lekker met de meiden hard gaan. Nou, het ging ook lekker snel. Hier staan we dan, lig ik dan vanavond. Ik lig er in mijn schelp. Dankzij jullie, dankjewel. En misschien was dit het feestje. Blijf ik toch die eendagsvlieg. Maar misschien blijf ik wel hangen. Lag ik hiervoor in de weer. Misschien ben ik de gimmick. Het blijkt alles mis te gaan. Toch de boel verziekt en te vroeg gepiekt. Is het vallen zonder op te staan. Niemand die het weet. En ik lig hier op geen reet. Dat is het liedje met Boksan. Maar voordat mijn schelp weer sluit. Zing ik nog voluit. En weet nog niet wat er dan moet komen. Laten we genieten. Neem een bier en tik hem aan. Want hoe het ook mag lopen. Ik heb al 3 keer uitverkocht. Wat zeg? 3 keer uitverkocht. Ik zei niet meer al. 3 keer uitverkocht. Is er iets met geluid, Ronnie? 3 keer uitverkocht. In Paradiso. Gestaan. Maar het is een mineur. Mijn moeder zei gisteren. Het lijkt alsof ze gewoon in 1 keer door is gegaan naar Paradiso. Alle stappen in haar leven waren, droegen daar wel aan bij. Wat is de eerstvolgende keer dat jullie er zien? Paradiso. Paradiso, dan zien we er weer. Dan daar leven we nou naartoe. Ja. Merel, welke dag is het vandaag? Zondag. Zondag. En wat staat er op de planning? Ja, volgens mij ga ik in uitverkochte grote zaal van Paradiso spelen. Nou, ik werd wel wakker met een... Met zo'n brok zenuwen. Dus ik heb een zenuwbuikje vandaag. Gewoon dat de hele tijd zit er... Er zoomt gewoon heel de tijd iets. En af en toe schiet dat even zo hier naartoe. En ik denk dat... Strakjes in Paradiso... Als ik daar ben, dan zit die even hier. En dan voordat ik op ga, zit het ook helemaal hier. Oh ja, als ik erover praat, dan voel ik dat ook zo... Helemaal zo hier. Snap je dat het helemaal... Dat was even de belichaming van de stress. Kijk... Van hout en dan heeft hij met piepschuim. Kijk nou. Holy shit. Wow. Dat moet hij nog geverfd worden, maar dat is toch prachtig. Rick is nu in de IKEA een kleedje halen voor in de schelp. De schelp wordt vandaag opgehaald. Elise komt om 2 uur hier langs. Dan ga ik voor het eerst mijn kleren passen en zien. Het liedje met Bob Sam is nog niet af. Ik weet gewoon niet of dat er wel in gaat komen. Hij zei. Hij is bijna af, maar ik heb daarna niks meer gehoord. Dus ik weet niet. Ja. Ja, en ik zou dat zo, als dat niet doorgaat, zou ik zo erg vinden. 2 over elkaar. Ik had er 2, ja, ik heb, het slipje was voor Freet de Jonge. Nou, het was eigenlijk voor Jan Siebelink, maar toen hoorde ik dat Freet de Jonge de opening speech had, ja, verpest, ja. Verstoord. Ja. Toen dacht ik, wie moet zijn bek houden? Freet de Jonge, dus ja. Die is van, ja. Oh, je bek en bek, maar is voor Freet de Jonge. Voor Freet de Jonge. Ja, punt. Ja. Ik wilde toch even weten of ze het slipje nou echt uit had. Maar nee, dus 2 over elkaar. Nou ja, dat was het leuk. Ja. Hey, hallo. Oh, dit is toch goed. Hey, hallo. Wat ik heb op... Hier zit mijn synthesizer in en mijn microfoon en mijn klokkenspel. Dit is mijn mic stand. Hier zitten mijn schoenen in. Ik zeg, let's go. Nou. Foto's maken? Oké. Okay. Hallo. Goed? Lekker oorbelletje. Meer oorbellen? Ja. Hey, goed. Met jou? Ook goed. Ah! Ja.
Ik wil dit als bed in mijn huis. Wauw, wauw, wauw. Die schelp is toch fantastisch? Meteen zeggen, gelijk. Dat doen we gelijk, oké. Okay. Klokkenspel moet je ook nog even testen. Ja. Oh. Ja, Merel, ik ben al de hele avond zenuwachtig, de hele dag eigenlijk. Ik ben al de hele dag zenuwachtig, maar het wordt geweldig. En er zijn mensen met piemelpetten hier buiten en nou ja. Lekker met een meidenworteltaart! Hoe erg je vrouwen... emancipeert. Maar als je dan wat beter naar de tekst luistert, dan zitten er allemaal soort van kleine maatschappij-kritische boodschapjes in. En daarom vind ik het heel tof. Ja. Zit je lekker op het terras en dan zing je ze van lekker met een meidenworteltaart. Het is gewoon het themanummer van Lowlands 2018. Mooi hoe de tijdsgeest vat en daar wel lekker gewoon het op de hak neemt. Ja, dat vind ik echt fucking dood. Oh my god! Ik heb een onbestemd gevoel. Ik weet niet wat ik voel. Ik ben ook een beetje lam. Zo, dat is misschien ook een soort overlevingsstand. Zo. Ik ben een soort heel zen in mijn hoofd eigenlijk. Alleen mijn lichaam staat helemaal zo... Dat is mijn lichaam en mijn hoofd is gewoon... Ja, een heel exclusief cadeau. Ja, even één secondetje. Wauw, wat mooi. Wat een zalige avond. Schatjes. Oh. Tim heeft het gehaald en was heel erg in de stress. Ik ben 3 keer naar jullie geweest. Oh, liefjes. Het is nu ook gewoon stilte voor de storm. Oh, het vindt een beetje op tijd aan, dan kan zij nog wat leuke foto's maken. Oh ja, alleen wat even, want ik weet niet wat showtime is. Ik wil het niet al te lang aan. Volgens mij beginnen we. Misschien moeten we even aan Stijn vragen. Maar volgens mij beginnen we later. Ik wil liefst niet te. Nee, want ik wil niet dat ik. Weet ik wel, kont zweet of. Nee, ga ik gewoon 5 minuten van tevoren. Ja, ik ga nog even bubbelen, jongens. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ga weg. Ja, ik ga even. Dit is echt helemaal niet goed voor je zenuwen, dit. Zul je jezelf ophypen. Ik ben tonnen tafeltennis, zegt iets voor mij. Maar wel blijven smeren, factor 50 geld erbij. Geen wifi, geen seks, geen geld, geen kaas, geen wifi, geen seks. Maar zo gaat dat toch. Van stress naar relax. Okay. Jongens, even alle bandboys ook. We buigen met z'n allen na Lekker met de Muiden. Buigen we? Als wij buigen, dus we buigen 1 keer, dan komen jullie opgelopen. Okay. En dan geven jullie mij allebei een kus hier. Oh, hier. Ja. En dan nemen jullie me mee af. Ja. Oh, we gaan omkleden. Oh, jezus, joh. Ja. Thank you.
lippen en boertjes in mijn nek. Geen reet. Iedereen. En het boeit me geen reet. Kerst met de val. Kerst met de val gezellig. Kerst met de val. Kerst met de val gezellig. Kerst met de val. Kerst met de val gezellig. Kerst met de val. Kerst met de val gezellig. En dat dan iedereen zo met zijn telefoontje in de lucht, dat wil ik gewoon een keer meemaken. Oh. Lekker met de meiden hard gaan. Nou, het ging ook lekker snel. Hier sta ik dan vanavond, dankzij jullie, dankjewel. En misschien was dit het feestje, blijk ik toch die eendagsvlieg. Maar misschien blijf ik wel hangen, lag ik hiervoor in de wieg. Misschien ben ik die gimmick, blijkt alles mis te gaan. Toch de boel verziekt, ja, die stomme sneeuwmachine. En te vroeg gepiekt was het vallen zonder op te staan. Niemand die het weet. En ik sta hier met geen reet. En voordat mijn schelp weer sluit, zing ik nog voluit. Laten we genieten. Neem een bier en tik hem aan. Want hoe het ook mag lopen, ik heb wel 3 keer uitverkocht. Wat? 3 keer uitverkocht. Wat zeg je? 3 keer uitverkocht. Ik versta gewoon echt. Rory, is er iets mis met. Ik versta het gewoon niet. 3 keer uitverkocht in Paradiso. Gestaan. Zit mijn tepel helemaal hier? Zat ik zo, ja, en ze werkt haar repertoire af. Afwerken, dat doet toch iedereen, werkt toch zijn repertoire af? Dus ik zat echt zo om op te winnen. En toen kwam ik zo teruglopen. Zo, ja, en ik heb helemaal geen nep haar. En het is allemaal niet... Nou ja. En toen na een uur was ik alweer helemaal bij. Dus een prima recensie, echt. Helemaal goed. Nee, maar echt. Maar ik vond het wel echt heel leuk. Ik vond het fantastisch. Het was ook verslavend, hè? Het moment dat ik afliep, dacht ik, ik wil weer. Ik wil weer. Het is gewoon zo verslavend. Vanochtend werd ik zo wakker met zo'n
Ik weet niet, ken je dat als je verliefd bent of zo? Of zenuwachtig bent, dan zit het in je buik, maar dat stijgt er helemaal hier naartoe op. Dus ik dacht, dus ik baalde wel zo, oh jongens, kan ik een keer uitslapen of kan ik ontspannen? En dan lukt het niet. Nu ben ik weer normaal, want jullie zijn er, dus ik kan weer werken. Ik kan gewoon weer. Ben ik zo blij dat jullie er zijn. Dan kan ik gewoon weer dingen. Maar dat vind ik wel even pittig. Dus ik heb valeriaanpillen gehaald. Even laten zien op camera. De keerzijde. Ik dacht, misschien word ik dan. Want dit is. Ja, je moet ook wel als je hartslag de hele dag zo gaat. Kijk, ik ben toen de afgelopen maanden is het ook alleen maar gaan geweest. En het is zo na Paradiso. Het is niet zo. Ah, dit zit erop. Nee, het is nog steeds zo dit. Maar dat heb ik gedaan gisteren. Ik heb alleen maar die filmpjes en foto's en al die stories van mensen zitten kijken. Nou, daar word je natuurlijk zielsgelukkig van. Dus ik ben zielsgelukkig. Je hulp staat open, Daan. Ik ben zielsgelukkig, maar ook wel, ben wel. Ja, ik hoop niet. Mijn moeder zei aan de telefoon, zo begon de burn-out bij mij. Toen dacht ik wel, ja, dat ga ik niet krijgen. Maar ook zo, ja, ik moet wel oppassen. Ja, nu zit ik bijna te huilen hier. Ja. Dat mag. Maar we zijn nog niet klaar. Nee, wat gaan we doen? We gaan nu. We moeten iets belangrijks doen. Wat gaan jullie doen? We? Ja. We gaan. Gaan. De lijst. De lijst. De lijst. Vinden jullie me nog een gimmick? Nou, ze kunnen in ieder geval één niet meer om me heen. En het feit dat ze recensies schrijven, dat is eigenlijk al. Dat doen ze niet over iemand die ze niet serieus nemen. Dus weet je, ik vind eigenlijk dat ze hem heel dik mogen doorstrepen. Toch, het is toch het feit dat ze. Ja, helemaal geslaagd. Merel? Ja. Alles van de lijst is voltooid. Ja. Wat komt er op de nieuwe lijst, zeg maar? Wat biedt de toekomst? Goed spelen. Clubtour met band. Oktober een album en op vakantie. Dit schreeuwt. Goals! Ik moet SNS killen. Ik moet managers fixen. Collab. En nu is het gewoon zo. Ik wil gewoon goed spelen. Ik wil gewoon een clubtour met een band. Snap je? Ik vond het gewoon heel gezellig. Dat was het gewoon. Ik vond het heel gezellig. Lekker met Merel. Lekker met Merel. Lekker met Merel. Vonden jullie het lekker met Merel? Ik vond het lekker met Merel. Ik vond het echt top. Doe maar licht. Ja.